Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. Ik heb er al een heleboel unboxed op mijn kanaal en we houden niet op. We gaan gewoon nog lekker verder in november. En ik heb deze keer de adventkalender van A Goodie Box. Voor de mensen die Goodie Box niet kennen, dat is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box gevuld krijgt met allemaal beauty producten van slechts 25 euro in de maand. Met een waarde van minimaal 80 euro in elke box en 5 producten. En ik unbox ze ook altijd hier op mijn kanaal. Dus het leek me ook zo logisch om dan ook hun adventkalender te gaan unboxen vandaag. 24 vakjes. Hij is prijzig, maar hij schijnt dus echt heel goed te zijn. En ik ben dus benieuwd wat er allemaal in zit. Dus als je niet wilt weten wat erin zit, is deze video niks voor jou. Want ik ga hem vandaag helemaal unboxen. En we gaan met z'n allen kijken wat er dus allemaal in zit en wat we ervan vinden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb hem ontvangen in PR. Ik heb er dus niet voor hoeven te betalen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, ik kan echt niet wachten om hem te gaan unboxen. Dus laten we dat snel doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik zal eventjes snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze combo, dit lippot, een loodje van MAC in de kleur Soar. Ja, Soar. En deze Body Gloss van NYX Cosmetics in de kleur Treledge, of hoe je het ook uitspreekt. Hele mooie roze combo. Oké, jongens, dit is hem dan. Dit is de adventkalender van A Goodie Box. Helemaal een beetje groenig met roze. Wel heel mooi, een beetje pastelachtig. Hij is prijzig, maar hij heeft dus kennelijk een waarde van 500 euro. Dat is bijna 4 tot 5 keer zoveel als dat je ervoor betaalt. Dus ik ben echt heel benieuwd. Hij is echt heel erg zwaar. En je hebt er ook dit handig boekje bij. Wat hierin staat zijn eigenlijk alleen maar de ingrediënten van alle producten. Maar hierachter heb je een QR en als je die scant, kom je dus op hun website waar je elke dag het vakje kunt openen en je kunt dan zien wat er dus in zit. Dus die hou ik er ook bij voor extra informatie over de producten. Jullie weten, ik vind het altijd heel fijn als ik zoiets erbij krijg, want dan weet ik ook echt wat ik unbox zonder dat ik het helemaal moet gaan opzoeken. Dit, dat, altijd extra doe. Oké, dus 24 vakjes, dan moet je dus in december van 1 tot 24 december tot aan kerst elke dag een vakje openen en dan heb je elke dag een cadeautje voor je eigen. Ook heel leuk om dit te halen voor iemand anders als een cadeautje. Heel erg leuk. Maar ja, ik unbox ze gewoon altijd gewoon in één keer. Oeh, en dit is hem dan. Heel mooi. Ik vind deze groene kleur zo mooi. Het is niet echt felgroen. Het is zo pastelgroenig. Echt prachtig. Je kunt ook deze boxen bewaren en dan gewoon iets anders erin doen. Even kijken. Ja, en dan heb je zo hier alle boxjes, zeg maar. Hij gaat niet echt makkelijk open en hij is echt rete zwaar. Maar goed, laten we gewoon snel gaan beginnen. Ik ga even elke la eruit halen. Dit is één la. Dit is dan de andere la. Ze zijn echt helemaal volgepropt gewoon. En dit is dan de onderste la. Zo is hij van binnen. Nou, laten we gewoon beginnen, jongens. Want we hebben weer een hoop. Ik ga beginnen met dag nummer 1. En dat is dus deze. Heel benieuwd wat hierin zit. Ik gok dat deze kalender vooral skincare gaat zijn. Want dat is altijd vaak in hun boxjes. Oeh, een Instant Perfecting Primer. Dus we beginnen met make-up. En wat je dan kunt doen voor extra info. Dit is dus dag 1. En dan klik je erop. En dan klik je op volgende. En dan is hier dus info over het product. De foto's, de info en ook de prijs. Dus hoe duur die is. En deze kost dus, als je hem zou halen, 102 euro. Dus deze is 102 euro. Dus bijna wat je hebt betaald voor de box is alleen al... Oh. Dit product. Oh, niet elke kalender is identiek. Er staat hier of je hebt dus dit ontvangen of je hebt de facial serum ontvangen. Dus niet elke kalender is identiek. Dat is wel... apart. Er staat dus dat het 102 euro is, maar dat staat bij de serum. Bij de primer staat geen prijs erbij, dus ja, ik heb geen idee. Nou ja, dit moet je gewoon onder je make-up aanbrengen en dan blijft de make-up beter langer zitten. Oké, dat is altijd fijn om te hebben. Ik hou altijd van make-up producten. Dan heb ik hier nummer 2. Deze is best wel groot. Ik hou altijd van grote boxjes. Maar wat erin zit is best wel klein. Dit is het, zo'n potje van La Rosée Repair Balm. SOS Repair Balm. Dit is een 100% natuurlijk SOS balsem. En het is een multi-inzetbaar product. En als je het aanbrengt, verandert het in een olie, dus op je huid. En je kunt het gewoon aanbrengen op bijvoorbeeld je hielen of je beschadigde lippen. Iets wat irriteert op je huid, dus echt vol van alles. Hij ruikt niet zo lekker, gewoon echt gewoon naar niks eigenlijk. We gaan verder met boxje nummer 3. Deze is een beetje... lang, horen jullie dit? Heel benieuwd wat hierin zit. Van E-Cooking Dry Shampoo. Jullie weten, ik hou van E-Cooking. Het is een van mijn fave merken. I love it. Deze kost 11 euro, want wij krijgen 75 milliliter. En full is 250 milliliter. Oké, gewoon een droog shampoo. We weten allemaal wat dat is.
altijd handig om te hebben. Al heb ik er al wel een heleboel, omdat ik het niet heel vaak gebruik. Met krullen hoef je dat niet echt te gebruiken. We gaan verder met nummer 4. Deze voelt een beetje zwaar aan. Van Skon, een face scrub. Dus gewoon een gezichtsscrub. Ook altijd handig om te hebben. Jongens, scrub je gezicht is belangrijk. Maar niet te vaak, anders beschadig je je huid. Winkelwaarde €31. Hier is dan nummer 5. Deze is best wel lang. Wat is dit dan? Jongens, ik wil make-up. Van Mud Mask, een cleansing mask. 3-in-1 formule. Dit is een gezichtsmasker en hun maskers zijn altijd heel erg fijn. Deze heb ik vaker gebruikt. Winkelwaarde €49. Hij is echt super lang, jongens. Kijk even hoe lang dit is. Gewoon net als mijn hoofd gewoon. Ik heb ook echt een lang hoofd. En dit is een cleansing mask. Dus het maakt je gezicht schoon. In de ochtend aanbrengen ter vervanging van je micellair water. Oeh, er zit Marokkaanse lavaklei in. Ik ben Marokkaans. Dus dat vind ik extra leuk. We gaan verder met nummer 6. Deze is iets kleiner, maar het voelt wel zwaar aan. Vegan deodorant stick. Hij ruikt naar citrus ofzo. Hele lekkere geur. Winkelwaarde €10. Het is 100% natuurlijk een vegan. Oh, I love it. Ik hou altijd van natuurlijke deodoranten. Jongens, let op met jouw deo. Want je oksel zit letterlijk bij jouw borst. En je hebt dan echt een grote kans op borstkanker. Als jij hier de hele tijd iets spuit wat niet echt goed is voor je huid. Dus ik ben altijd heel blij met dit soort producten. We gaan verder met nummer 7. Ook deze voelt weer een beetje zwaar aan. Ook weer skincare obvious van Maria Stella Marie, heb ik de body wash. Dus voor in de douche om je lichaam te cleansen. En de waarde is €15 hiervan. Nummer 8. Oeh, een klein potje. Waarde is €13. En dit is voor je wenkbrauwen. Een wenkbrauwzeep. Om je wenkies zo op hun plek te houden. Dus dit is officieel dan make-up. Dus dat vind ik wel leuk. Maar zulke producten heb ik persoonlijk helaas al heel veel. Dus hiermee ga ik iemand anders blij maken. We gaan verder met nummer 9. Deze voelt echt heel erg licht aan. Oh, een kwastje. We hebben een kwastje voor de wenkbrauwen volgens mij van Nire Beauty. Deze winkelwaarde is €13 en je kunt dus deze gebruiken met ook dit potje. Dus dat is wel handig. Hier is dan nummer 10. Deze is echt heel groot, maar voelt wel gewoon licht aan. Oeh, wat is dit? Mind Tongue Cleanser van Moshi Moshi Mind. Is dit iets om je tong te schoon te maken? Ik ga stuk. Hij kost €18 en het is letterlijk een tongue cleanser. Het haalt tongplak weg en het vermindert bacteriekweek. Wat een apart product. Gebruik 2 tot 3 keer per week in de ochtend. Verwarm de cleanser voor gebruik met warm water. En dan zo van achter naar voren zo schrapen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit ga ik echt doen. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Mijn mond kan niet schoon genoeg zijn. Dan hebben we hier nummer 11. Dagje 11. Oeh, wat is dit? Van Elemis Facial Wash. Dus ik denk om je gezicht te cleansen. Winkelwaarde is €10 voor deze hoeveelheid. Ja, het is letterlijk gewoon om je gezicht te cleansen. Is een gel die je gezicht schoonmaakt. Altijd fijn om te hebben. Dan hebben we hier nummer 12. Deze ook echt super licht. Gewoon alsof er echt helemaal niks in zit. Gewoon. Misschien een masker. Ik wist het gewoon. Een oogmasker. Kijk dit, van Mikura Eye Mask. En deze winkelwaarde is €9. Dus voor hier zo, voor onder je oogjes. Dan heb ik hier nummer 13. Ongelicht getal, nummer 13. Maar ik hoop dat er wel iets goeds in zit. Jazeker, eindelijk echt make-up van Koki Cosmetics Liquid Eyeshadow. Kijk hoe mooi deze kleur is. Wauw, zo heel mooi bruin glanzend. Deze kost €6. Heel mooi. Ook heel mooi om zo aan te brengen. Hier zo in de binnenste hoeken, zeg maar. Zal ik dat gewoon gelijk gewoon doen. Kijk, een beetje hier zo. Voor een extra pof van kleur. En ik breng het ook een beetje zo aan. Hier zo naar beneden. Kijk hoe mooi. Gewoon dat beetje extra glans. Maar ook gewoon heel mooi over je hele lid, obviously. Dat kan ook. Zal ik dat gewoon doen? Nu ik toch ben begonnen, kan ik het net zo goed een beetje aanbrengen. Ook over mijn hele oog. En dan gewoon zo een beetje uitblenden met mijn vinger. Oeh. En hoe meer je aanbrengt, hoe heftiger het wordt, obvious. Ik vind het echt heel mooi. Kijk even dit, jongens. I love it. En zo goedkoop, slechts €6. Oké, we gaan verder met nummer 14. Benieuwd wat er hierin zit. Oeh, van Yuzu of zo. Handcream, een handcreme. En de winkelwaarde is €20. Hij is wel echt heel erg groot. Nou, dat is niet echt geweldig. Hier heb ik dan nummer 16. Benieuwd wat hierin zit. Jongens, ik wil meer make-up. Waarom altijd zo weinig make-up?
B10. Tan Lotion. Dit maakt dus een beetje bruin. Ik zie alleen op de website dat deze dus iets anders had moeten zijn. Dit had een lipolie moeten zijn, maar ik heb iets anders gehad. Dus ik heb hier nou verder geen info over. Maar het is in ieder geval een crème wat je gewoon beetje bij beetje bruiner maakt. Dus dat is wel fijn om te hebben. We gaan verder met nummer 17. Een mascara. Wist je dat ik wilde zeggen? Volgens mij is dit een mascara. Ik wist het van Gosh. Heb ik hier de Wonder Volume Mascara. En de winkelwaarde is 13 euro. En dit is vooral een volume mascara. Hier is nummer 18. Hyaluron Facial Serum. Oké, dat hebben we nog niet gehad. En de winkelwaarde is 102 euro. Dit is een dure serum. Ik ben iets vergeten. Jongens, ik ben echt all over the place. Ik ben gewoon eentje vergeten. Hier is nummer 15. Die ben ik dus kennelijk vergeten. Oh, dit is dus wel de lipolie. Dit klopt dus wel. Wow, ik ben echt helemaal in de war. Wat ben ik aan het doen? Het klopt wel. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben. Nummer 15 is dus gewoon wel deze lipolie. Winkelwaarde 18 euro. Heel mooi. Zo een beetje zo roodachtig. I love it. We gaan weer verder. Nou is volgens mij nummer 19. Als ik het nou wel goed heb. Deze voelt echt heel zwaar aan. Van Hiccup Micellar Toner. Dit is dus een gezichtstoner. Deze kost 14 euro. Nummer 20. Jongens, we zijn bijna klaar. Nog 4 te gaan. Oh my gosh. Balance Me Exfoliating Concentrate. Geen idee wat dit is. Laten we even kijken. Winkelwaarde is 15 euro. Dit is een leave-on peeling. Hier is dan nummer 21. Heel klein en cute. Ik hoop dat we nog wel wat make-up producten krijgen. Oeh, nagellak. Nail oil. Dus voor hier zo. En deze kost 26 euro. Dat is een hoge prijs voor een nagelolie. Dat zou ik persoonlijk er nooit voor hebben betaald. Dus fijn dat ik het gewoon nou heb ontvangen. Dan hebben we hier nummer 22. Weer een beetje aan de grote kant. Oeh, weer een masker van Mask Me Up. Face and Neck Mask. Dus ook zo hier voor je nek. Kijk, hier staat hij erop. Dat is wel uniek, dat is wel apart. Dat zie ik niet heel vaak. En deze kost 6,50 euro. Mask Me Up is echt een goed merk. I love it. Eén na laatste jongens, nummer 23. Oh, alles valt. Oeh, make-up van Sandstone Liquid Eyeliner. Een zwarte, I love it. Winkelwaarde is 16 euro. En dan last but not least. Meestal is de laatste de beste. Is niet altijd zo, maar vaak wel. Dus ik hoop hier ook weer wel. Retinol Resurfacing Paste. Pads. Wij krijgen 20 pads ter waarde van 24 euro. Dit helpt je huid te verfijnen in slechts één beweging. Fijn om te hebben. En that's it. Dat was het. Nou mensen, wat vonden we van de kalender? Qua waarde vond ik het echt een goede kalender. Je krijgt echt waar voor je geld. Het is wel vooral skincare. Moet je wel van houden. Hier en daar wat make-up. Maar ja, als je daar al niet van houdt, is het niks voor jou. Al met al vind ik het zeker wel het bedrag waard. Het is wat duur. Maar je krijgt echt veel producten van hoge waarde ervoor terug. Dus ik vind het echt wel een leuke kalender. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten welke kalenders ik nog meer zou moeten inboxen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!